Voorzitter, in september werden we geconfronteerd met het idee dat militairen zelf naar de sportwinkel zouden moeten om vlak voor hun trainingsuitzending naar de bergen in Noorwegen zelf maar een deel van hun winteruitrusting aan te schaffen. Dat vond ik zo wonderlijk dat ik toen direct een debat heb aangevraagd en daar gaat het dan vandaag ook over. Maar wat mij betreft gaat het eigenlijk tegelijkertijd over zoveel meer. Het is namelijk niet de eerste keer dat Defensie haar personeel faalt en het zal helaas zeer waarschijnlijk ook niet de laatste keer zijn. Daarvoor hebben we in het afgelopen jaar te veel gebreken in de fysieke en sociale veiligheid, te veel incidenten en te veel ronduit geklungel gezien bij Defensie. Of het nu gaat over het blootstellen van medewerkers aan GOM 6, het niet goed opvolgen van meldingen van misbruik, de onveiligheid van munitie en schietbanen, militairen die noodgedwongen in hotels moeten logeren omdat barakken onbewoonbaar zijn of dat de ratten door de kantine lopen. Defensie lijkt maar niet in staat om de zaken op orde te krijgen. Als er al een adequate reactie komt, dan is dat een reactie per incident. En dat beschouw ik niet als een garantie voor verbetering in de toekomst. Als we kijken naar de concrete casus die voorligt, die van de winterkleding voor de operatie Trident Juncture in Noorwegen, zien we een deel van de oorzaak hiervan doorschemeren in de brief van de staatssecretaris. Zo schrijft zij dat, hoewel de oefening al sinds 2015 wordt gepland, men er pas recent achter kwam dat het onverwachts koud was. In Noorwegen. Eind oktober. Ik ben natuurlijk Piet Paulus maar niet, zeg ik als Friesin, maar boerenverstand en een simpele Google-speurtocht leert ons dat de minimumtemperatuur in en rond Trondheim in november ruimschoots onder de 5 graden ligt. Bij de Bizon-Drawsko-oefening in Polen waren vorig jaar immers al 35 gevallen van letsel door frostbite bij militairen, door blootstelling aan kou. En dat het dan bij je opkomt dat het ook een optie is om militairen met zulke temperatuur uit te zenden zonder tijdig de juiste kleding te bestellen, is wat mij betreft zo langzamerhand helaas exemplarisch voor hoe Defensie de laatste jaren omgaat met haar personeel. Waarom had in dit specifieke geval niet gewoon artikel 346 verdragwerking EU voor een uitzondering op de aanbestedingsregels kunnen worden toegepast, in combinatie met het zogenaamde fast track procurement? Ik snap dat werkelijk niet, te meer dat na grote druk vanuit de Kamer het opeens wel mogelijk bleek. En dat, voorzitter, is wat GroenLinks betreft verleden tijd. Ons geduld begint op te raken. De staatssecretaris is eind vorig jaar op het ministerie ingestapt met waarschijnlijk als aandachtspunt problemen met de munitieveiligheid. Maar daarna is de situatie eigenlijk ontploft en werd de Kamer en ook de bewindslieden van de een met het ene na het andere incident geconfronteerd. Niemand is gehouden tot het onmogelijke, dus ook GroenLinks heeft kalm de defensienota afgewacht en was tevreden toen de focus daarin erg op de mensen lag. Maar, voorzitter, de staatssecretaris heeft daarna toch de tijd gehad om, als ik het even oneerbiedig mag zeggen, puin te ruimen bij Defensie. En ik constateerde bij haar aantreden dat ik zie dat zij van goede wil is om het ook goed te doen. En ik denk oprecht, ook vandaag, dat ze dat nog steeds is. Maar tegelijkertijd zijn de resultaten echt nog onvoldoende. De bedrijfsvoering en de veiligheid van onze militairen zijn gewoon niet goed genoeg geborgd, terwijl dit momenteel onze eerste, onze tweede en onze derde prioriteit zou moeten zijn. Die reusachtige hersteloperatie die nodig is bij Defensie vergt dat we overzicht houden, dat we regie voeren, dat we grip krijgen. En dat kan niet zonder dat we alle initiatieven, plannen van aanpak, actieplannen en rapportages op elkaar gaan afstemmen en integraal maken. Dat kan niet zonder een goede aansturing op het geheel. Deelt de staatssecretaris dit idee? Is zij bereid om alle initiatieven die nu lopen en nog worden gestart bij elkaar te voegen in één groot herstelproject bedrijfsvoering personeel? Of het nu gaat om actieplannen, veilige defensieorganisatie, munitieveiligheid, de visitatiecommissie, de inrichting van de directie veiligheid, de inspectieveiligheid, vastgoed enzovoort enzovoort. Ik heb inmiddels mijn collega's van de commissie Defensie een voorstel gedaan om de Kamer hier dan vervolgens een grotere rol bij te geven door dit tot een groot project aan te wijzen. Het is mijn goede hoop dat verscherpt toezicht van de Kamer ervoor kan zorgen dat de stapeling van schandalen en incidenten bij Defensie binnenkort kan worden gestopt. Dat Kamer en kabinet samen de schouders zetten onder deze hersteloperatie, werken aan vertrouwen van defensiepersoneel in de werkgever, door meer regie en minder bureaucratie. Dank u wel. Meneer Bosman. Ja, voorzitter. Want er zijn nogal wat dingen die genoemd worden. Ja. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat door het aanpakken van deze staatssecretaris en de minister juiste dingen naar boven komen en aangepakt worden. Ja. Maar ten aanzien van het voorstel van collega Dix zit ik toch even te kijken. Hè? Want als je praat over al die dingen die in samenhang bediend moeten worden en bij elkaar gezet moeten worden, moet je er waarschijnlijk ook twee keer over spreken. En volgens mij doen we dat al. Namens bij de begroting en bij de verantwoording.
En volgens mij praten we dan over alles wat Defensie betreft, in samenhang. Dus wat wil mevrouw Dix dan anders? Nou, als het zo eenvoudig was dat integraliteit ontstond omdat Kamerleden ergens over praten, dan zou dit land er waarschijnlijk heel anders uitzien. Wat ik zie is dat er ontzettend veel, ik heb er net een aantal opgenoemd, dat waren ze nog niet eens allemaal. Hè. Heel veel plannen zijn plannen van aanpak, munitieveiligheid, noem het allemaal maar op. En waar ik echt oprecht bang voor ben, na anderhalf jaar in deze commissie, dat is dat de mensen die zich bezighouden met kleding kijken naar kleding. Mensen die zich bezighouden met de veiligheid van de barakken kijken naar de barakken. En zo kan ik een eindeloze rij van voorbeelden geven. Maar dat al die plannen van aanpak, al die uitvoering, feitelijk nergens bij elkaar komt. En ja. Ik denk dat daarvoor een groot project zou kunnen ingericht worden. Misschien moet het niet groot project heten, maar anders. Hè. Dat kan me ook nog iets. Het gaat mij niet om de betiteling. Het gaat er mij om dat er ergens iemand regie gaat voeren. Want dat zie ik nu gewoon niet. Dank u wel. Afrondend, meneer Bosman. Ja, voorzitter, want er is toch een punt van zorg aan mijn kant dan. Want dan vragen we toch wel weer heel veel rapportages. Nee. Er komt weer een bult papierwerk aan. Zetten weer een hele grote groep mensen die eigenlijk verantwoordelijk en bezig moeten zijn met uitvoering, met de spaarende grond waar ze nu goed mee bezig zijn, die zetten we dan toch weer even achter de PC om toch wat papier te gaan genereren. Waarbij dan een Kamer een paar duizend stukken moet gaan lezen en dat we dan even een AO doen. En dat lijkt me dan niet de oplossing, maar misschien zie ik het dan toch verkeerd. Ja, u ziet het verkeerd, maar ik vind het op zich fijn dat u meedenkt met mijn werklast, zal ik maar zeggen. En overigens, die is heel vergelijkbaar met die van u, denk ik. Dus dat vind ik op zich positief, maar dat is ook helemaal niet wat ik bedoel. Ik bedoel niet meer werk te genereren. Ik bedoel niet meer papier met elkaar te gaan zitten produceren. Dat is niet waar ik op uit ben. Waar ik op uit ben, is dat er nogmaals ergens op een plek die plannen vanaf één punt, als ik het even zo mag zeggen, het is even metaforisch, worden bekeken en wordt bekeken. Die zegt, heeft dit nou eigenlijk überhaupt allemaal iets met elkaar te maken? En ik ben zo ontzettend bang, dat zie ik nou na anderhalf jaar in die commissie, dat heel veel van die zaken heel goed worden gedaan. Hè, mag ik nog even toevoegen dat ik alle bewondering heb voor de mensen die op Defensie, en het ministerie van Defensie, maar ook binnen de organisatie aan het werk zijn. Hè, dat die dat met hart en ziel doen, dat zie ik elke keer dat ze dat doen. Maar waar ik op uit ben is, hoe zorgen we er nou voor dat al die projecten veel integraler worden aangepakt. Mevrouw Bruinslot. Voorzitter, we hebben eerder in de Kamer met elkaar debat eigenlijk over deze vraag gehad. En dat was naar aanleiding van het plan van aanpak over de fysieke en sociale veiligheid. En toen hebben we gekeken van hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat we ook zien dat in de praktijk uiteindelijk de maatregelen uitgevoerd gaan worden. En de Kamer heeft ervoor gekozen om een visitatiecommissie in te stellen. Waarom is dat niet voldoende voor mevrouw Dix? Nou, omdat ik zie gaandeweg, en daarom vind ik op zich dat het voeren van een debat over jassen, wat ik persoonlijk eigenlijk best een hele vreemde variant vind, dat Kamerleden het over winterjassen van militairen moeten hebben. Hè? Dan zit je nogal ver in de bedrijfsvoering wat mij betreft. Dat moet dus niet. Wat ik zie is dat zaken gewoon niet op orde zijn. En voor mij was eigenlijk dat verhaal van de jas, als ik het zo mag zeggen, de druppel die de emmer deed overlopen. Dat ik zeg, als nou iets wat je 2 jaar van tevoren ziet aankomen, hè, hoe moeilijk kan het zijn, zou ik bijna zeggen. Als je dat al niet voor elkaar hebt, hoe zit het dan in vredesnaam met al die andere plannen die lopen? En dan gaat het wat mij betreft niet alleen over veiligheid, waar de visitatiecommissie mee bezig is en volgens mij heel goed werk gaat verrichten, maar om een integraal beeld van het functioneren van de bedrijfsvorm over het personeel. Mevrouw Bruinslot, afrondend. Voorzitter, maar dat is toch ons standaardwerk als Kamerlid. Dat wij de bewindspersonen controleren op datgene wat we doen. En dan hebben we het over de rapportage van de defensiematerieelprojecten. Dan hebben we het over de personeelsrapportages die we krijgen, de technische briefings die we houden, de werkbezoeken die we doen. Defensie moet ook nog tijd hebben om gewoon daadwerkelijk het werk in de praktijk te gaan doen. Dus waarom wil mevrouw Dix controle op controle bouwen, terwijl we echt met de visitatiecommissie als Kamer echt een stevige stap hebben gezet? Maar de visitatiecommissie, hoeveel waardering ik daar ook voor heb, is ook weer een factor in een defensieorganisatie die in het ongereden is geraakt. Die visitatiecommissie gaat niet alles bekijken. En u kunt natuurlijk zeggen, als Kamerleden gaan wij over alles, dus waarom doen wij dan niet even alles, hè, om het even zo te zeggen. Maar zo werkt natuurlijk ook niet in een begroting. Dat weet u net zo goed als ik. Dacht, dat gaan we volgende week zitten doen, of wanneer is het? En dan pikt de een pikt dit uit, de ander pikt dat. Dus eigenlijk functioneren wij dan precies zo als die defensieorganisatie. Er zijn een paar mensen heel erg bezig met allerlei zaken en ik zie echt te weinig grip, te weinig controle. En nou ja, nogmaals, daar vond ik dit verhaal van die jassen een voorbeeld van.